Een busongeluk nabij Onderbong heeft gistermiddag voor enorme opschudding gezorgd. Volgens een ooggetuige waren twee bussen in een race wie als eerste de eindhalte zou halen. De ene buschauffeur verloor daarbij de controle over het stuur toen de andere een uitwijkmanoeuvre in zijn richting maakte. De bus met passagiers belandde daarbij in de trens op de kruising van de Dr. Sophie Redmond en de Waldijkstraat. Enkele mensen zijn per ambulance afgevoerd. Opmerkelijk is dat dit ongeluk heeft plaatsgehad op de derde dag van de verkeersveiligheidsmaand. In het programma Panorama van gisteravond zei Helmut Geesius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersbrigadiers, KSV, dat de weggebruikers het nog steeds niet goed op de weg doen. Hij deed een beroep op de bestuurders om op hun snelheid te letten. De weg delen. En we blijven het zeggen, je hebt niet die hele weg tot je beschikking. Jouw rijhelft is nauwelijks 3 meter breed. Blijf erop. Juist, blijf erop en je kunt je op die smalle rijhelft niet met hoge snelheden gaan verplaatsen. Ja. Terwijl dus de situatie dat niet toelaat, oftewel dus de regels die gelden, dus de snelheidslimieten die daar gelden, het ook niet toelaten. Ja. Met name de bromfietsers zijn volgens Geesius een kwetsbare groep in het verkeer. Deze weggebruikers zullen binnenkort dan ook bijzondere aandacht krijgen van zijn organisatie. Inderdaad, ze moeten zich hun kwetsbaarheid realiseren. Daarom hebben wij in dat verband ook een project geïnitieerd samen met het verzekeringsbedrijf Assuria. Waarbij we aan 1000 bromfietsers reflecterende bandjes willen verstrekken, maar tegelijkertijd ook onderzoek doen naar hun rijgedrag. Ja, want er zijn zaken die ze nog niet goed genoeg doen. We weten waarom. Zij hebben dus niet die verkeerslessen genoten. Helmut Geesius over de veiligheid in het verkeer. Surinamers doen het volgens hem nog steeds niet goed in het verkeer. We brachten een fragment van het vraaggesprek naar aanleiding van het busongeluk dat gistermiddag nabij Onderbong heeft plaatsgehad op de derde dag van de verkeersveiligheidsmaand.